Tegenwoordig is het maken van een foto ontzettend makkelijk. Met je telefoon, je digitale camera, waar zit geen camera meer op? Eén druk op de knop en je foto is voorgoed vastgelegd. Vroeger was dat wel anders. Als je een beeld vast wilde leggen, moest je alles naschilderen. Tot in 1851 Frederick Scott Archer de wetplaatcamera uitvond. Vanaf dat moment kon alles worden vastgelegd op de gevoelige plaat. Ik sta hier voor het huis van Arold van der A, die dit beroep nog steeds uitoefent, namelijk wetplaatfotografie. Every time I see you in the world, you always step to my girl. Ik las dat je vroeger automonteur bent geweest. Hoe kwam je erbij om wetplaatfoto's te gaan maken? Dat komt zo. Toen ik automonteur was en ben ik ziek geworden, kreeg ik reuma. Dat is een artritis eigenlijk, maar het is een broertje of zusje van de familie van reuma. Toen moest ik een hobby gaan zoeken. Dat had ik niet toen de tijd. Alleen werken. Toen ben ik in aanraking gekomen via met fotografie en de laatste tijd ben ik dan bezig met oude techniek weer terug naar de doka met wetplaat. Afgelopen maand heeft u een expositie gehad over mannen met baarden. Waar komt die fascinatie vandaan? De mannen met baarden komt eigenlijk, een oom van mij heeft een hele lange baard en we zaten een keer samen naar een liedje te luisteren van Fungus. Dat is een oud liedje uit de jaren 70 van al die moeten kaper varen, moeten mannen met baarden zijn. Zo ben ik eigenlijk op het idee gekomen, hey, dat is eigenlijk een heel mooi onderwerp op de wetplaat. Omdat er vaak karakteristieke koppen zijn en dat doet het heel goed op de glasplaat. Als ik een foto ga maken met een wetplaat. Nou, het eerst komt natuurlijk het model komt binnen. Dan gaan we eerst even koffie drinken, kennis maken met de camera en wat ik eigenlijk allemaal doe met de camera, dus dat er geen sluiter in zit, dat het bijvoorbeeld de ontwikkeltijd of de belichtingstijd met een top op de camera gaat. Daarna, als ik de opstelling gemaakt heb en de compositie bepaald en het licht goed heb gezet, en dat duurt gemiddeld een kwartiertje, 20 minuten, ga ik de plaat gieten met collodium. Als die plaat gegoten is met collodium, gaat die in een bad met zilvernitraat om lichtgevoelig te maken. Als dat gebeurd is, na 3 minuten weer, gaat hij in een lichtdichte cassette en ga ik weer terug naar de camera waar het model al klaar zit met het licht. Ga ik de foto maken. Het model moet dan eventjes tijdens het fotograferen ongeveer 7 seconden echt stilzitten. Ogenknipper is niet zo heel erg, dat zie je niet door de lange belichtingstijd. Na die 7 seconden ga ik dat glasplaat weer ontwikkelen en spoelen en fixeren. Hoe lang denkt u deze ambacht nog te blijven beoefenen? Als het aan mij ligt, tot mijn dood.